Nee, dat moet. Maar dat moet je maar doen. Ja. En dat kan niet. Hey, ik love jullie, man. Thanks voor al de way de support. Dankjewel om in mij te geloven, man. Ik doe dit gewoon om gewoon inspiratie te zijn voor alle kinderen. Gewoon dromen. En het komt waar. Ik behoor tot de best 8 van de wereld. En we weten niet wat er gaat gebeuren in de finale. Let's go, man. Blijven dromen. Hoe was dit kwartier dat je gefinished was? Je had een goede tijd gelopen, maar je moest afwachten. Ik zei gewoon, het is wat weer. Als ik niet naar de finale mag, mag het ook. Het is niet mijn dag. Maar gewoon, ik deed alles wat ik kon doen vandaag. En dat heb ik laten zien. En wat deed je hier? Is dat dan toch nog eventjes hulp inroepen van het allerhoogste? Nee, ik heb geen hulp gevraagd. Want je gaat niet aan God vragen om iemand anders het slecht te laten roepen. Ik heb gevraagd. God, help me als het mijn dag is, laat het gebeuren. Als het iets van iemand anders is, laat zijn droom ook waarheid zijn. Dus ik vraag niet voor mij, ik vraag voor allemaal om iedereen gezond te blijven. En nu ben ik gewoon blij dat ik gewoon in de finale ben, man. Ik heb geen woord. Eén ding nog, Marvin. Eén ding, want het is je dag en je hebt de finale gehaald. En nu? Want die moet je ook nog lopen. Dat... Ja, nu is gewoon met mijn coach gaan praten. En gewoon al deze dingen die in mijn hoofd zijn, gewoon rustig houden, want de finale is een andere dag. Andere kansen. Ja, dan moet je weer rustig worden ook, denk ik. Ja, ik ben wel rustig. Nooit geen worries. Ja. Hey, ik wil ook dankjewel zeggen aan Jochem. Hey, ik is mijn beste trainingspartner ooit. Hey, hij pusht me tot de limit. Ik push hem. En ik hoop dat we leren veel van elkaar. Staat het, hè? 8 finalisten. Lee Marvin Bonaventia. Ja. Nederlands record. 44-62. Ja, gefeliciteerd, Lee Marvin, en bedankt. Dankjewel. Succes! Die pril is ook geweldig. Wow. Jochem Dobber krijgen we later te horen. Hij bedankt de hele wereld. Wij bedanken Lee Marvin Bonifacia voor het schitterende interview. Ja, maar dat is wel hoe Lee Marvin is. Hè. Dat is echt precies zoals hij is. Het is echt, ik hou zo van die jongen. Het is niet normaal. Wat we zagen in de 4x400 mix relays, hè? In de finale. Ja. Toen dacht ik al, dit is niet normaal. Die liep zo verschrikkelijk hard. Die was 400 meter lang gewoon, dus ik denk, je moet 400 meter lopen, hè? Geen 100 meter, die was letterlijk aan het sprinten. Nou, en dit is Lee Marvin. Het is heerlijk om naar te kijken, zo'n interview mag ook een kwartier duren natuurlijk. Ja, dat is weer een ode aan de mens, is hij eigenlijk. Maar hij zegt het dus niet normaal. Het is misschien inmiddels wel bijna normaal, want het is structureel het Nederlandse succes...